mensen, Jeraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier op Modern Warfare 2. Vandaag spelen wij in Dominee 6 tegen 6.6 gezien op de map Skid Row. En we gaan natuurlijk even kijken, oh wacht, als ik nou meteen mijn granaat hier naartoe gooi. We gaan natuurlijk even kijken. Beste granaat ever, jongen, ik zweer het je, holy shit, die was sick. We gaan natuurlijk even kijken, ik wil mijn zin nog afmaken, of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten. Lukt dat? Is het mooi? Lukt dat niet? Dan is het niet mooi. Zo makkelijk is het om uit te leggen. Dus, ik hoop dat het gaat lukken. Als je nou Modern Warfare 2 leuk vindt om naar te kijken, ram dan natuurlijk zo'n kaart op je lijken, want het helpt mij enorm. En dan ga ik zoals altijd weer lekker mijn best doen. Hoppa, ik weet eigenlijk niet wat ik voor scoresticks aan heb staan, en voor de duidelijkheid. Dus als ik gewoon aan het spelen ben, dan zie ik vanzelf wel waar ze voor streaks heb aanstaan, want ik heb geen flauw idee namelijk. Oh, ik heb een Predator aan. Oké, nou, dat weten we. Dat is één. Maar ik heb drie streaks in totaal, dus wat is de... Oh, een Harrier strike. Oké, dat is twee. Dat is handig, want dan komen we nu gewoon vanzelf achter. Kom jij hier naartoe? Ik zag je lopen, vriend, maar waar is die naartoe gegaan? Oh, kut, ik zag hem. Zag je hem? Zit er daar nog één. Gooi die granaat, gooi die granaat, want hij zit uit te campen. Oeh, ze gooien ook een granaat. Oké, ik heb er twee. Er zat er nog één volgens mij, maar ik weet niet precies. Oh, en ik heb een Asian Wolf Furry aan. Oké, daar heb ik niks aan in deze map. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, weet je, ik heb hem wel, die Asian Wolf Furry. Oké, dan waren dat dus mijn streaks. Tadaa! Weer wat geleerd. Zo, ik ga beest, man. Holy shit, ik naai al die enemies hier neer. Wat, yo. Oh, kut. Die heeft fucking painkiller. Ik dacht het even niet, hè. Ah, painkiller, kut. Ik heb gewoon een Asian Wolf Furry. Holy shit, man, we beginnen beest daar. 15-0 stonden we. Kill hem, dat wil ik wel vaker hebben zo. Lekker snelle goede streak. Ik speel bij de way voor de mensen die het willen met de MP5K met gewoon de silencer erop. Dus niet iets speciaals of zo, maar gewoon. Een lekker silencertje. Lekker chill. Lekker sterk. Lekker fijn. Lekker beast. En we maaien al die enemies neer. Oh my god. Oh my god, hij ligt in final stand. Oh, als ik die vet had gehad, jongen. Oh, dan beginnen we beast. We gaan nu op beest, dus we gaan op beest. Boom. Oh, nevermind. Niet boom. Hallo teammate, alles goed? High five. Nee, niet. Oké, doei. Hij heeft wel een 360 voor me, dus hallo. Hallo, hij kent me. Hallo. Ik weet niet wat je naam is, maar hallo. Er zit hier een beret sniper, die ligt als het goed is me hier op te wachten. Of lig je daar? Of lig je hier? Oh, hier loopt er een. Yo, jou heb ik. En dan zit er hier ook nog een. Motherfucker. Fucking hell, jongen, die spreekt zo hard. Ik heb een Asian Wolf Furry, maar als ik hem nu inroep, dan kan ik er niks meer killen, omdat ze allemaal in die gebouwtjes zitten. Dus ik bewaar hem expres. En dan wacht ik tot ze die gebouwtjes uitzetten. En dan pas roep ik hem in. Want ik heb er nu toch. Ik heb er nu niks aan om dat ding in te roepen. Haha, what a fucking mogol. Sorry hoor, maar dat was echt heel dom. Oh, let's go, buskill. Hij had bijna een streak. Maar helaas voor jou heb je hem niet gehaald. Niet gehaald. Kun ik me dood? Dat komt de enemy aan. Oh, weer een Predator. Fuck, man. Ik wil mijn Asian Wolf Furry doen, maar dat is zo niet slim nu. Campertje killen. Bye bye. Oh, ik ga mijn Asian Wolf Furry gewoon inroepen. Fuck it. Waarschijnlijk killen we niks erin, maar ja, weet je, ik moet toch inroepen. Oh, oké. Daar kan ik dus niet doorheen schieten. Weer wat geleerd. Maar hier wel. En daar ook. Yo, doei doei. Dat dacht ik al, want ze gaan allemaal nu campen, jongen. Kijk uit, vriend, komt de kogel aan. Yo, dat zei ik, komt de kogel aan. Kijk uit, vriend, komt ook een kogel daaraan. Yo, dat zei ik. Die dikke kogel die ik kan afvuren is zo fucking overpowered, jongen. Oh, ik zie hem zitten daar. Ah, hij is alweer voorbij. Ik heb nogal een herrie, die roep ik ook gewoon in. Zo. Oké, zijn onze streaks? We hadden er niet zoveel aan, maar ja, weet je, dat is deze map. In deze map hebben we niet zoveel aan al die streaks. En eigenlijk geen enkele streak heb je in deze map wat aan. Alleen een Predator missen kan je soms nog wel een mooi killetje mee krijgen. Maar daar houdt het ook al snel mee op. Maar dat komt gewoon hoe de map is ingedeeld. Iedereen gaat natuurlijk gewoon in die huisjes zitten. En dat zou ik ook doen als ik een Asian Wolf Furry tegen me krijg. Dus dat is wel zo logisch natuurlijk. Ah, fuck. Ik ben gevallen. Ik was gevallen, man. Ah, het is jammer dat ze aan het campen zijn, man. Want we gaan wel base namelijk. We staan weer 35 om 5. Alleen, we moeten die bevels zien te krijgen. En wij moeten hun gaan sponsoren. De rollen moeten even... Goed opgelet, teammate.
fuck is dit? Jij weer, hè? Fucking retard. Oh, fucking kut, Mogol. Ik mag hem niet, man, met zijn beret. We moeten die fucking B-vlag zien te krijgen, maar we komen er niet in. Fucking retard, zo. Als je hem goed killt, kan hij niks, maar nou, we hebben die B-vlag gewoon nodig. Ik heb hem ook nog, what the fuck. Ik weet niet hoe, maar ik heb hem ook nog. Oh, what the fuck, Jan. Sorry hoor, jongens, ik weet zelf ook niet, namelijk niet waar die naartoe ging. Fuck nou eens op met die kutberet van je. Ik kan zelf ook snipen, jammer hè. Oké, nu de fucking B-vlag pakken, kom. Help me dan. Ik heb mijn eentje gepakt. Fuck mijn hele team, ik heb mijn eentje gepakt. Alsjeblieft, teammates. Nu mogen jullie het zelf fucking gaan verdedigen ook. Ik heb die hele fucking vlag van jullie gepakt. Bescherm dat ding. Zo, nu rijden de rollen omgedraaid. Hè? Fuck, er liep hier een enemy, maar waar? Oké, daar dus. Waar is die nou naartoe gegaan? Hier. En wat wij nu hoeven te doen is die B-vlag te verdedigen. Kom je hier? Kom dan, ik ren expres niet, want hier spant hij als het goed is. Hij zit hier boven nu, man. We zijn nu gewoon hier gaan campen. Ze zijn gewoon van positie veranderd, joh. Nou, dan zijn ze alsnog dood. Doei. Dus ik bravo. Nee. Nee. Oh, wel eens met B-verlies. Ik zweer, ik word ook echt boos. Geen grap. Ik heb dat ding helemaal fucking gepakt, jongen. Dank je. Met bloed, zweet en tranen heb ik dat ding gepakt. Bloed, zweet en tranen. We gaan fucking beesten. Die enemies weten het ook. Daarom gaan ze fucking campen. Nou, hij valt nog wel mee hoor. Ze aan het campen zijn. Gelukkig. Ik ben wel aan het campen nu. Dus jammer, enemy. Maar deze keer was je Kevin aan het campen. Boom. Geen kill, jammer. Jij hebt een 5 fucking chill wapen. En de recoil van dit ding is serieus gewoon alle kanten op. Zoals je zelf ook wel ziet. Dus dat is een beetje, dat is eens een minpunt aan deze MP5. Maar hij is sterk, jongen. Oeh. Ik heb nog een granaat, want hij zit daar nog, man. Komt ie! Yo, thank you. Er zit er daar nog een. Oh, nee. Yep. Yep. Oké, die gaan we dus niet zomaar killen. We last E. Oh, fuck. Dat is ook niet de bedoeling. Dan pak ik C wel. Doei. Kom even helpen, teammates. Kom. Ik heb hem gewoon gepakt. Schijt en alles, ik heb dat ding gewoon gepakt ook. Oh, dat gaat helemaal nergens naartoe, die granaat. Yo, lekker Jan. Goeie granaat Jan. Yo, thanks hè. Ah, ik heb het owned, maat. Ik wou net zeggen, dat is een enemy die daar staat, joh. Dat was ook zo. Fuck, ik weet niet waar ze zijn, man. Ik wil mijn B-vlag verdedigen, daarom sta ik hier een beetje te campen nu. De enemies komen hier aan, sowieso. Ja, ik hoor ze. Komt er nog een. Ik kan daarna niet in... Althans, geeft hij een noobtje op is. Nee, niemand? Oké. Ik weet echt niet waar ze zitten nu, dus dat is een beetje kak. Er zit er gewoon een naast je teammate. Er zit er nog een naast je teammate. Twee man. Die vindt dat helemaal niks door gewoon. Lekker jongens. Die met z'n allen in één plekje gaan staan, want dan gaan jullie allemaal dood. Er zit ook een hacker volgens mij in mijn team, dus. Gelukkig zit hij in mijn team. En daar hebben we tenminste niet zo'n last van. Oké, ik roep even mijn Harrier strike in. Hop. Predator meteen erachteraan, want dan kunnen we even kijken of we nog een Ace of Fury kunnen krijgen. Want nu staan ze namelijk niet meer binnen. Kijk maar. Oké, nog een Ace of Fury. Oké, roep dat ding maar in. We hebben 69 kills. Misschien kunnen we even 75 kills ervan droppen. Van halen. Hoe we het noemen. Fucking painkiller. Rot op, man.
Niet mijn B-vlag pakken. Jongens, jullie mogen alles pakken behalve mijn B-vlag. Oké, ze pakken C, dat is niet zo'n probleem. Ah, kakkies. Lost Charlie. Jongens, laat ze nou niet B pakken. Even zonder grap. Denk je, ik maak een grapje of zo, joh. Kom maar, loop mijn ding maar in. Boom. Doei. Loop er hier ook maar in. Doei. Loop hier ook maar in. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Doei. Oké, okay, chill. Alright, die is voorbij. We gaan nog verliezen ook zo. Ja, we hebben nog verloren ook. Oké. Ik ben de enige die de B-vlag heeft gepakt. Toen ik hem eenmaal had, hebben zij hem ook nooit meer teruggepakt. Ah, het was te laat. 79 kills. We hebben er 75 van kunnen maken, zoals je zelf ook al ziet. Zoe, alles goed, vriend. Waarom ga je nou hier fucking staan? Nee? Nee. We hebben verloren. We hebben verloren. Niet leuk, hè? Maar ik heb wel 79 kills. Dus we hebben een lekker potje neergezet met de MP5K. Dus dat was een heerlijk pot. Ace of Fury hadden we niet zoveel aan. Die kan ik, ja, weet je, ik wil nog gebruiken. Alleen toen kregen we deze map. Toen dacht ik van, daar hebben we niet zoveel aan. Het was, welke map was het eigenlijk? Geen flauw idee. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je nou hebt genoten, ram dan natuurlijk... Dankjewel voor je bot, zo, maar ik hoef hem niet. Als je nu hebt genoten, ram dan natuurlijk sowieso kijkt op de like-knop. Die hond die legt een bot op mijn sok neer. En dan zeg ik, tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye. Niet in mijn prullenbak. Nee, nee. Ja. We'll be right back.